9 mei 1999, een pleiade van oudspelers verzameld voor het laatste middagmaal op het Beerschotstadion, waar later op de dag Beerschot zijn allerlaatste wedstrijd uit de rijke clubgeschiedenis zal spelen. Zeg, pas op uit dat ze langs vrouwen hier. ze hebben toch eens aan bras, hè? De borstbeelden van Paul Havenit, de eerste voorzitter van de club, en Alfred Grisaert, stichter en later ook erevoorzitter, hebben de tand destijds met de nodige moeite doorstaan. Tene quod bene, zegt de leuze van Beerschot. Hou wat goed is. Maar Beerschot verdwijnt van de tabellen. De toekomst is aan Germinal Beerschot Antwerpen, de nieuwe fusieclub uit het Antwerpse. Beerschot is net geen 100 jaar geworden. Met deze man is het allemaal begonnen, Alfred Grisaert. Hij is de doelman van Royal Antwerp Football Club, tot hij ruzie krijgt met het bestuur. Grisaert stapt naar zijn vader Ernest en stelt hem voor een eigen club op te richten. Dat gebeurt op 3 september 1899. De naam wordt Beerschot, zo genoemd naar de Antwerpse wijk waar het eerste stadion staat. Vader Grisaert is eigenaar van de gronden, waarop onder meer aan voetbal, atletiek en tennis zal gedaan worden. Maar nog voor de officiële stichting overlijdt hij. Ten teken van rouw kiest zoon Alfred Grisaert voor paars en wit als clubkleuren. De officiële stichtingsdatum wordt uiteindelijk 1 februari 1900. Beerschot krijgt stamnummer 13. Dit is het eerste elftal, het eindigt meteen tweede. Na het seizoen 1906-1907 belandt Beerschot in de tweede klasse. Maar een jaar later staat het opnieuw bij 's lands elite. In 1920 krijgt Beerschot een nieuw stadion, een Olympisch stadion zelfs, waar de Olympische Spelen van Antwerpen worden georganiseerd. De intrede in het Olympisch stadion is het begin van de glorieperiode van de mannekes, want zo worden de spelers van Beerschot van dan af genoemd. Beerschot behaalt zijn eerste landstitel in het seizoen 1921-22. In de ploeg onder andere Pierre Brenne, de oudere broer van de latere vedette Raymond Brenne, hier in het wit. En Yvan Thijs, vader van Guy Thijs, derde van links onderaan in het midden. Dus mijn vader heeft ook 10 of 11 jaar in de eerste ploeg van Beerschot gestaan. Maakte deel uit van de grote generatie. Dat was toen nog in een systeem met 5 aanvallers. Hij speelde daar binnen links. Technisch zeer sterk en zeer veel werken, veel weg afleggen. Dat is de herinnering die ik erover heb. Het blijft niet bij die ene titel. Tussen 24 en 26 is Beerschot 3 keer op rij kampioen. U ziet de ploegfoto's van 24, 25 en 26. En na een korte onderbreking wordt in 1928 al de 5e titel binnengehaald. Van Anderlecht, Club Brugge en Standaard is dan nog geen sprake. De competitie wordt beheerst door Union, Dering Brussel, Cercle Brugge, Antwerp en Beerschot. Grote vedette van de ploeg is Raymond Brenne, die nog geen volle 15 is wanneer hij debuteert in het eerste elftal. Brenne is wat wij nu de spelmaker zouden noemen. Ik denk dat Raymond Brenne
in die periode zeker veruit de beste was, maar ook in de generatie van hetgeen dat, dat België geproduceerd heeft van voetballers, toch ook de absolute top mee benaderd, of is. Mijn vader had dus een hele grote techniek. Hij kon heel goed volleyen, had een hele goede pas in zijn voet en een heel sterk schot naar doel. En ook een heel goede fysiek. Een heel, heel sterke man. Ik moet zeggen, ik heb hem ook maar in zijn laatste jaren gekend, dat hij in lopen deed hij niet veel. Maar hij stond altijd wel op de juiste plaats, was altijd bereikbaar voor zijn medespelers, gaf ook de passen die niet beter konden zijn. Dus het was altijd iets speciaals. Langs de andere kant was het dan ook, hij had ook de nadelen van zijn karakter eigenlijk. En gelijk die Koppens kon hij ook al eens een woordje zeggen dat dus waar zijn medespelers eigenlijk niet hoog mee opliepen. Het mooie liedje duurt niet lang. Wanneer Breyne in 1930 eerst een schoenenzaak en daarna een café opent, wordt hij geschorst door de voetbalbond omdat hij niet langer als amateur wordt beschouwd. Dat is in die jaren nog een vereiste om te mogen voetballen. Breyne vertrekt naar Sparta Praag en zal er 6 gouden jaren beleven. Met Beerschot gaat het intussen bergaf. Ik heb nog het contract liggen dat mijn vader heeft getekend met Sparta Praag. Als ik dat contract zie, hij was dan een beroepsvoetballer. En hij werd in de dagbladen werd zelf verteld dat hij daar heel veel geld verdiende. Maar als je dat contract zag, dan is dat niets vergeleken met wat er nu uitbetaald wordt aan die verdette. Over hoeveel geld ging het dan in die tijd? In die tijd, zullen we zeggen, was dat 100.000 kacek, dus Tsjechse kronen. Dat staat ongeveer gelijk met een Belgische frank, 1 frank. Dus dat mag zeggen dat hij op 100.000 frank verdiende. Maar natuurlijk, dat was dan in 1930. Per jaar was dat? Per jaar, ja. Dan mag je dat wel vergelijken met, ik weet niet hoeveel coëfficiënt ik... Zo snel kan ik niet rekenen. Maar het was al een mooi bedrag. Ja, het was natuurlijk niet... Hij verdiende meer als een gewone arbeider of als een bediende. Maar het was natuurlijk niet te vergelijken met de sommen die nu betalen. Ondanks een schorsing speelt Raymond Breyne toch 54 keer voor de nationale ploeg. Hier zien we hem dadelijk scoren tegen Nederland. In januari 1937 keert hij terug uit Praag. Mijn vader was blij dat hij terug naar België kon en dat hij terug voor de Belgische nationale ploeg kon. Maar mijn vader is feitelijk moeten gaan lopen in Tsjechoslowakije. Allee, gaan lopen, dat wil zeggen. Zoals u weet zijn de slaven, ik wil nu niet aan politiek doen, maar erg nationalistisch. En de Tsjechen hadden gevraagd of mijn vader wou Tsjech worden, zich naturaliseren, om in de Tsjechse ploeg te kunnen meespelen. En mijn vader had toen al kennissen die hem verwittigden, dus dat er een oorlog op komst was en dat hij dat niet moest doen. En hij heeft dat toen geweigerd. Maar de dag dat hij me dat geweigerd heeft, dan zijn de Tsjechen zich tegen hem gaan keren, omdat ze dus verontwaardigd waren, dat hij niet geen Tsjech wou worden. En dan zelf in zijn eigen ploeg werd hij miskeken door zijn medespelers. Raymond Breyne is bij zijn terugkeer naar België nog altijd maar 29 en vooral dankzij hem beleeft Beerschot opnieuw gouden tijden. Al dient gezegd dat hij ook goed omringd is. De club levert op een bepaald moment 7 spelers aan de nationale ploeg. Beerschot was de ploeg van het korte samenspel van de drie hoekjes die er nu nog altijd, die dus in de latere jaren dan bekendheid hebben gekregen. Beerschot speelde dat dus vanzelf eigenlijk. Het geluk is geweest dat er op dat ogenblik een Oostenrijkse trainer was, die dus heel veel belang hechtte aan techniek en kort samenspel. Ja, in mijn ogen was dat een wonderploeg. Van de Wouwer, Keuler, Siezen, Boris, Breyne, Stanley van den Einde, Fons de Winter, Loemans, dat waren
stuk voor stuk spelers die naar ons hart speelden en die wij volgden van kop tot teen natuurlijk. Hè. Het geluk was dat het allemaal spelers waren die ongeveer, die allemaal in dezelfde richting dachten, die op dezelfde manier speelden, dezelfde ideeën hadden over hoe er moest gespeeld worden en die dus eigenlijk ook altijd nog, wat zeer belangrijk was en nog altijd is, hun eigen spel mochten spelen. Die dus niet geïndoctrineerd werden door trainers die zeiden, jij mocht daar niet lopen. Iedereen speelde op zijn plaats eigenlijk. Er werd niet zoveel door elkaar gelopen, in geen geval. Maar ik had altijd een indruk dat er zeer degelijk gevoetbald werd. Iedereen naar eigen godsvrucht en vermogen en altijd, ja, in dezelfde geest. Aan het eind van het seizoen 37-38 is Beerschot opnieuw kampioen. Het jaar daarop wordt die titel verlengd. Het totaal aantal titels komt dan op 7, maar het zal wel de laatste titel zijn. De generatie Breine verdwijnt, de nieuwe generatie staat in de schaduw van de oude. Ik heb bij Beerschot, zeker in de beginjaren, wat geleden onder de vergelijking die ze met vader maakten. Ik ben toch als tweede jaar scholier, 17 jaar, in deze ploeg gekomen. En dan verlangen de mensen direct hetzelfde als mijn vader. In het begin is dat gelukt, want mijn derde wedstrijd wonnen wij op Olympique Charleroi met 8-2 en ik maakte 5 doelpunten. Ik kan er direct bij zeggen dat Keulers en Raymond Brein mij erin geholpen hebben om die te maken, alleszins. Maar de vergelijking was natuurlijk altijd zwaar bij slechtere wedstrijden. Dan was het, ja, het zal toch nooit zijn vader niet worden enzovoort. En de mensen vergaten dan wel dat vader ook slechte wedstrijden had gespeeld. Maar daar werd niet aan gedacht. Dus daar heb ik in de beginjaren wel onder geleden, nadien niet meer. Raymond Breine zal tot aan zijn dood in de kerstnacht van 1978 verbitterd blijven over zijn schorsing door de Belgische Voetbalbond. Hij is heel zijn leven lang daarover verbitterd geweest. En ook bijvoorbeeld over het feit dat de Belgische Voetbalbond ooit hem heeft geschrapt als lid van verdiensten. En dat nooit goed gekomen is. Ze hebben die schrapping nooit niet opgeheven. Na de Tweede Wereldoorlog maakt Antwerpen kennis met een nieuwe vedette. Zijn naam Rick Koppens. U herkent hem hier als tweede van links op de onderste rij in de kadettenploeg van 1941. Hij is dan 11, op zijn 16e debuteert hij in de eerste ploeg. Vanaf 45 hebben ze moeilijkheid gehad om in eerste klas te blijven. Hebben ze lange periode altijd een degradatiekandidaat geweest. Dus dat is ook de reden. Dat ze maar de jonge Koppens krijgen de kans. Ik ben al nooit. Wat nooit zou ik, hè? Ja, dan gast van de 16 jaar, dat moet inbrengen om toch de ploeg bij te kunnen redden. Dus dat was niet wat wel in feite. Hè? Sorry. Maar, dan bereik ik mezelf wel wat af, maar dat is omdat ik uit het 16 jaar kan, zou ik dat niet zeggen. Het is me altijd bijgebleven dat ik voel dat het publiek achter me is. Mijn eerste bal dat ik krijg, dus in de foulée, in mijn foulée, ja. Dus kwam ik alleen en ik shotte van buiten de backline. Zo, ik denk, ze kwamen met twee, ik zeg, met shotten, hè. Ja. En ik shot vanuit buiten de backline en die keeper zijn burst en die had hij moeten lossen, je sprong zo van zijn lijf weg. En al dat voor was in eerste achter me. Met die vertrokken. Met die vertrokken, hè. Dat was dan een boom geweest, alleen een boom. Sorry, dat een boom, een boomke. Of anders was hij niet gekijpen, maar de chauffeur van de bus hier van de twee. Maar dus dat manier de bal was goed, hè? Dat was meteen, was dat raak, ja. Dat hij was meteen, het. Hij kon het, hij deed het. Hij trok zich van heel de wereld en van het Belgisch voetbal geen snars aan. Deed gewoon wat hij gewoon was van te doen. Op zijn eentje voetballen, ja. Meestal.
En dat kon hij. En dat kon hij dus. Hè. Hij heeft inderdaad, van in het begin was hij dus de man waarom te draaien eigenlijk. Ik vind persoonlijk niet dat Rick een gemakkelijke speler was om mee te spelen. Maar alleszins, een speler waar je graag mee speelde. Hij kon een wedstrijd volledig doen kenteren door zijn persoonlijke acties. Rick kon alles. Rick kon alles. Niet alleen, wij hebben dat niet alleen zondags gezien, wij speelden in de tijd zondags altijd, hè. Maar ook vooral op de training, dat hij kon met een bal, hij kon alles. Hij kon alles. Was ook heel snel. Dat wordt soms wel eens vergeten, maar de eerste 8-9 meters werd ik buitengewoon snel. En dat was fenomenaal sterk. Rick Oppens wordt de tovenaar van het Kiel genoemd. De mensen komen speciaal voor hem en voor hem alleen naar het stadion. Als je dat neemt, dan was dat in Mansveld publiek, hè? Matchen, thuis beneden de... Wat moet ik nou heet, maar ik zeg ze maar zo beter, hè. Ik heb ze nooit niet geteld, ze maar... Omdat er 5,000-6,000 man per stong nu, hè. Dat worden toch vies, hè. 9,000 man, de minste match, hè. Ik zeg, nee, en dan nog denk dat ik denk dat ik nerveus is. Ja. Dat ging dus 12,000 man. Ja. Zo, dat zijn eigenlijk de Koppensjaren, hè. Ze mogen dat genoemd worden, enfin, voor de buitenwereld of voor de gazette en zo van, voor de media, maar de Koppensjaren noemen, ja. Kunnen wij begrijpen hoe populair Rick Oppens was in die periode? Kunnen wij dat nu nog begrijpen? Dat weet ik niet. Of dat je zo slim bent, weet ik niet. Dat je dat kunt begrijpen. Maar als je even snel denkt. Ja. Als je even snel, ja, je zei, mijn beginverhaal, dus dat blijft, hè, ja. Dat is dat. Ja, maar ik was, ik was zodanig populair dat het dus dat dan begon dus met anti te werken, hè. Ja, het was alles of niks met Koppens, gebrak me af of je wordt dus de twee uitersten, hè, zal ik maar stellen. Hè. Maar kwam het publiek voor Koppens? Ja. Een zeker publiek van voor Koppens. Mm-hmm. En wat is dat? Heb ik niet gevraagd, hè. Nee. Ik heb niet gevraagd, zeg, kom je wel zingen, nou, maar nee, dat... Ik kwam vanzelf. Zeg eens wat, ja, en ik heb dat ook nooit niet, om te zeggen, bewaarsmateriaal van Cindy van Mike kwam, maar dat werd dus gezegd, die man had er weer, gelijk, de beerschot van, zo gezegd, van bestuur, en de gazetmannen van bestuur, die wisten wie waar kwam, hè. Ja. En die beweerde dat er altijd zo'n 5,000-4,000 man van Mike kwam, zeg. Rick Oppens was een publiekstrekker, die er nadien ooit geweest is. Rick Oppens, een voorbeeld, was gekwetst. Deze een optreden bij de reserve en er was 9,000 man. Dat is dus denk ik een unicum in de voetbal. Dat was Rick Oppens, dat verklaart alles. 9,000 en zo betaalde. Plus de abonnees. Voor een reservematch? Voor een reservematch. Dat zondagmiddag, hè. Ja, tegen Beringen, maar. Hè. Niet tegen Namelijk, maar dan kwam er al eens volk zingen. Of tegen de Naadwel, een paar kinderen. Een reservematch voor de mensen zo. Maar zoiets is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar. Nou. 10,000 man. Enfin, zo. Op. Ja. 9,999 misschien, dat maak ik bijna niet. Maar ja, dat is veel dikke vraag. Ik heb ze niet geteld, maar dat werd dus... Hoe is het om zo populair te zijn? Want iemand, ja, dat was gewoon, hè. Ik heb er nooit van weg, dus denk ik naar populair. Ja, dat is... Dat was zo. Dat was zo. Hoe kom dat dan zo uit? Had je Luton? Het schijnt wel. Luton. Ja, die is nou wat populair, klaar Luton, hè. Ja, soms. Oh, dat weet ik, als je dat soms luistert, van die filmstaren of zo, die filmstaren, wat die allemaal dikwijls opvangen, zo'n nationaal. Zeg al, hè? Ja. Ik ben niet al hier. Rick Oppens wordt in 1954 de allereerste gouden schoen. Het blijft bij die ene bekroning, want in die tijd kan een speler niet meer dan één keer de gouden schoen winnen. Drie keer wordt Rick Oppens topschutter in de Belgische competitie in 52, 53 en 55. Nee. 47 keer speelt hij voor de nationale ploeg. Het Beerschotbestuur laat hem niet naar het buitenland vertrekken. Van het Bosman-arrest is dan nog lang geen sprake. Rick heeft in dat opzicht geweldig een tegenslag gehad. Dat hij niet later geboren is. Wij waren liefhebbers. De dienst, als ik die trainingen van in onze tijd vergelijk met de huidige training, dat was kinderspel. Dinsdags een paar toertjes lopen, een beetje met een balken spelen en donderdags een wedstrijdje. Dat was de training.
Dat kun je niet vergelijken met vandaag. Nu trainen ze 3 keer per dag. Nu doen ze een powertraining. Dat kenden wij hoegenaamd niet. Dus als Rick het geluk had gehad van nu, niet alleen financieel, maar ook vooral in die huidige methodes te zitten, dan had hij ontegensprekelijk in een andere discipline terechtgekomen die hem waarschijnlijk nog groter had gemaakt. En je kunt niet indenken als Rick getransfereerd moest zijn naar Barcelona, dat hem de dergelijke allure zou kunnen blijven tonen. Hè. Dan moest hij in dat keurslijf mee, hè. Daar moet je niet aan twijfelen. Hè. Maar hier was hem tenslotte koning. Hè. Opvallend nu is dat kapitein Rick Koppers er nooit in slaagt Beerschot naar een nieuwe titel te leiden. Voor bepaalde, moet ik zeggen, bepaalde self-support van de echte fanatiekers natuurlijk, winnen was belangrijker. Maar de massa die had hij maar iets goed zagen, dat is op zijn Engels invallen, zoals in Engeland de mentaliteit. Spektakel. Als maar goed een beetje gedaan, maar in goed gespeeld, dan is het al content. Natuurlijk, er is er altijd een kern. En de harde kern zal men moeten stellen, die wind leveren. En de rest mag zelfs als slechte match, hè, dat was vroeger niet zo kreu als nu. Ja. Ik zeg het, mij was er, kwam er ook mensen zingen of dat we aan dat wonnen of verloren. Als ze maar iets goed zingen, als ze maar spektakel hadden gezien, dan worden ze content onderaan. Natuurlijk, met winnen daarbij was natuurlijk altijd beter. Hè. Maar dat kampioenschap, joh, ik lig er niet wakker van. Nee. Ik lig er niet wakker van. Want het is ook zo heet, hè, gelijk naar zeggen, joh, die is, je zit 10 keer kampioen gespeeld, want je is een palmaris 10 keer. Ja. Dan moet je zeggen, nou, ik ben niet kampioen. Wij zijn kampioen gespeeld. Wij hebben een kampioen gespeeld. Hè. Ja, dat is altijd een ploeg. Hè. Want die palmaris, die is de beste, moet ik zeggen, klungeler, die in een grote ploeg speelt, gelijk naar Bayern ligt, een bepaalde spel, die had 10-20 keer kampioen hebben gespeeld. Die zegt, ik heb kampioen gespeeld. En hij noemde ik een schatten, maar die had een goede ploeg nog. Dus waar zit dat, joh? Waar zit het verschil? Raymond Brein, wat kon die dan? Wat waren zijn capaciteiten? Waarom was hij zo goed? Ja, waarom was hij zo goed? Ja, ik ken de mensen niet van voetbal, maar als je dat moet gaan uitleggen voor mensen die er niet veel van kennen, hè, die gewoon geen snaars van verstaan. Hè. Als je nu 4-4-2 speelt en die koppen staat in punt en Raymond Brein zou er 10 meter zachter spelen, dan zou dat de ideale combinatie zijn. Hè. Maar zou dat kunnen, zo 2 karakters in 1 ploeg? Ja, destijds was er Mermans en Rick Koppers. En dan werd er ook gezegd dat gaat niet. En dan moest Rick al eens in de nationale ploeg linksbuiten spelen. Maar ik heb dat nog niet begrepen. Waarom kunnen geen 2 grote krakken naast elkaar spelen? Waarom zou dat niet kunnen? De proef moet genomen worden natuurlijk. Hè? En dat werd niet altijd gedaan. Maar ik ben overtuigd dat dat met Brein en Koppers ongetwijfeld zouden gaan zijn. Wie is de beste speler na Rick Koppers ooit op Beerschot? Op Beerschot? Ja. Gewist of blijven spelen, of daar gespeeld hebben? Ja, gespeeld hebben, ja. Bij Beerschot. Normaal? Ja. Ja, dat kun je vergelijken. Die naar normaal gekomen is. Nee, ik bedoel, het klassement, de beste. Dat mag Brein zijn, dat mag ook Lozano zijn. Dat is moeilijk, hè. Moeilijk, hè. Ik zeg het, de naam Brein. Maar ik heb die dus persoonlijk gezegd, in zijn minder, maar dan nog soorten. Lozano, joh, dan moet je tussen kiezen. Ja. Dat beste wel, maar wel als je die school nodig, denk ik. Echt dat beste, ik zeg zo niet, een betere speler. Maar pas op, Stanley van den Engel, die periode van die man van 37, 38, waren ook kruisen, een Turk kruis. Maar ja, Brein was, Stanley van den Engel, dat was ook feit niet. Enorm, ja. Het is moeilijk. Moeilijk, hè? Moeilijk. Geen vergelijking. Ja, ik ken beter Lozano als Raymond Brein in feite. Ja, ergens verstaan. Ja. En Raymond Brein, pas op. Het moet er allemaal bij passen. Hè. Die spel is het beter spel. Raymond Brein speelde dan ook in een wereldploeg, als ik het zo moet uitdrukken. In de verhoudingen nu, hè. Ja, zou Beerschot een wereldploeg geweest zijn. Ja, ja. 37, 38, onderaan, of 36, zoals hij. Dat is een wereldploeg. Qua bedrag, maar voor een beetje. En Lozano speelde maar in de Beerschot. Stop, die verhoudingen zijn niet liggen anders. Hè. Ja. Maar intrinsiek als speler, ja, normaal. Pakt ze normaal in elk geval. Ja. Dat is belangrijk. Rick Koppens verlaat Beerschot in 1960. In de daaropvolgende jaren dient zich een nieuwe generatie spelers aan.
In 1964 kiest Beerschot voor een professionelere aanpak. Er wordt voortaan 2 keer per dag getraind. Vroeger die spelers welke trainen. S'avonds om 9 uur, om 9:30 komen en thuis 10 uur in, dan beginnen eten. Volgens mij dat is niet goed voor een spelers welke moeten spelen in de moderne voetbal. Wij noemen moderne voetbal, maar het is meer intensief als vroeger. De aanpak van de Hongaarse trainer Beres helpt. Tegen het ongenaakbare Anderlecht met Van Himst, Puijs en Jurjon wordt 1-1 gelijk gespeeld. Jan Verheijen scoort de openingstreffer voor Beerschot. Laurent Verbiest zorgt voor de gelijkmaker. Verbiest die 2 jaar later zal omkomen bij een verkeersongeval. Hoog bezoek in het Heyselstadion, waar Beerschot in 1968 de bekerfinale speelt tegen Club Brugge. Ritsen opent de score voor de mannekes. De zege ligt voor het grijpen wanneer Jan Verheijen na een handspel een strafschop mag nemen tegen de Brugse keeper Fernand Bone. Was jij de man die de penalty strapte altijd? Nee, absoluut niet. Maar wij waren toen, als ik me goed herinner, in de finale geraakt. Ook door, ik denk 2 keer zelfs door het trappen van strafschoppen. Dus na de reglementaire speeltijd werden dan strafschoppen genomen als het gelijk was. En ik dacht dat wij de halve finale gewonnen hadden tegen Deering Brussel, als ik me goed herinner. En dat was ook met strafschoppen. En dan had ik er dus ook elke keer 1 getrapt. En dat was dus, dat ging dus goed. Toen was ik dus wel aangeduid, ofwel Leon Ritsen of ik. Dus moest er een strafschop komen in de wedstrijd zelf. En ja, ik voelde mij goed. Wij stonden zelfs 1-0 voor. En ja, het is dan mislukt. Hè. Natuurlijk, degene die hem trapt, kan hem missen. Dus Fernand Bone heeft hem dus gered met zijn voet. Of ik heb hem gemist, gelijk het wilt. Was allemaal nog niet zo erg, vond ik. We bleven 1-0 leiden tot 4 minuten voor tijd. Wanneer die kleine Bibi Hendricks, geloof ik dat het was, gelijk stelde. En dan was de trappen na de wedstrijd ook penalty strappen. Dus 5 keer, 5 spelers werden aangeduid om strafschoppen te trappen. Het eindigde de eerste reeks op 4-4. Dus ik was eigenlijk geen kandidaat om terug ene te nemen, omdat ik hem dus hier en gemist had in de wedstrijd. Maar ja, ze stonden niet aan te schuiven op de trappen. Dus ik, als kapitein heb ik dan toch mijn verantwoordelijkheid genomen. En in de eerste reeks heb ik hem dus binnengetrapt. En in de tweede moesten terug de tweede reeks terug de 5zelfde spelers nemen. En dan denk ik dat wij er maar twee binnengetrapt hebben, waaronder dat ik ook weer, wat de mijne ook weer gepakt is door Fernand Bone. Dat was natuurlijk, ja, daar ben ik wel 1 week of 14 dagen ziek van geweest. Hè. Maar ja, nu is dat wel vergeten. In de zomer van 1969 komt de Duitse international Lothar Emmerich naar het Kiel. 10 maanden later is hij topschutter met 29 goals. Het bestuur wordt ambitieus. Welke zijn de ambities van Beerschot? Ambities zijn natuurlijk van zo dicht mogelijk aan de spits te geraken. Natuurlijk moeten we altijd met de 2 voetjes op de grond blijven, want in voetbal is alles mogelijk. Maar hetgeen dat ik verlang en wens, dat is dat hier in Antwerpen een grote club zou komen en dat het publiek hier in Antwerpen veel genoegen zou beleven aan de prestaties van Beerschot. Die grote club komt er niet, maar in mei 1971 mag Beerschot opnieuw naar de Heysel voor de bekerfinale. Tegenstander is dit keer Sint-Truiden. Het is ook de afscheidswedstrijd van Jan Verheijen. Hij vertrekt naar Anderlecht, die andere paars-witte club. Toen waren wij favoriet. 3 jaar eerder, dus tegen Brugge, waren wij eigenlijk de favoriet niet.
hadden we eigenlijk moeten winnen. En tegen Sint-Truiden waren wij dus favoriet, maar toen hadden we het heel moeilijk. Kan geen buitenspel zijn op een inworp, Emmerich. Brands lost die bal. Van Hout, Juris. Nog maar eens in de richting van Koens. Polonis. En Koens bijna bij de bal. Lievens. En die bal zit. Na precies een kwartier. Kaspsak eruit, vervangen door de Ferm. Daar bij de bal. En die bal zit. De Ferm. 20 seconden op het veld. Die brengt daar in extremis de bal voor het doel. En vierde paal landt hem voor de voet van de Vin Tolsa. En na 7 minuten in de tweede verlenging. Beerschot met een 2-1 voorsprong. En dat zal moeilijk zijn. Erg moeilijk voor Sint-Truiden om terug te slaan. Wel wanneer we spreken van een psychologisch moment, dit was er een toen trainer Beres dat besloot Kaspsak uit het veld te nemen. Het was inderdaad een mooi afscheid. Ja, inderdaad, mag ik zeggen. Die 10 jaar Beerschot, misschien heeft het iets te lang geduurd. Omdat je in die tijd dus moeilijker aan een transfer kon geraken gelijk nu. Maar ik ben die 10 jaar Beerschot zeker nooit vergeten. En ik vond het daar, we hebben het daar altijd heel gezellig en heel plezant gevonden. De euforie is van korte duur. Europees wordt Beerschot al in de tweede ronde uitgeschakeld. Een groepje studenten steelt de beker uit de trofeeënkast en halfweg het volgende seizoen zijn de mannekes hekkensluiter en degradatiekandidaat. Meneer de Rijker, Beerschot staat laatst in de rangschikking met 9 doelpunten en 7 punten uit 13 wedstrijden. Beerschot is ziek. Ja, Rick, inderdaad, Beerschot is ziek. En dit ontkennen zou dus een gebrek zijn aan de realiteit zien. Tja, de laatste weken hebben wij niet veel geluk. Wij hebben verloren tegen Luik, wij hebben verloren tegen Dist. Maar ik moet u zeggen dat wij niet met 11 man tegen 11 man hebben gespeeld, maar doodeenvoudig met 8 tegen 11 man. Er waren enkele spelers die het totaal vertikten van nog verder te lopen. Men zegt nu wel al dat dus het nieuwe adres van Beerschot Zekkersdreef is in plaats van Jules de Geitenstraat, maar we zullen zorgen en we hopen dat we van dit aanbod, van dit straatbordje vlug zullen afgeraken. Wij zijn de mannetjes van het Kiel, wij staan alle dagen stier en bier te klagen. Wij zijn de mannetjes van het Kiel, op de laatste plaats dan wij stabiel. Zeg, de Beerschot heeft nou toch de aankoop van het jaar gedaan, hè? Ja, de moeder van Pele en de vader van Kroon, verrooid de kwieken. Waarom speelt een Beerschot meestal zaterdags? Dan kunnen de mensen zondags naar de voetbal gaan. Meneer de Rijker, kan je verklaren hoe het komt dat er zo gemakkelijk moppen over Beerschot getapt worden wanneer het niet goed gaat? Ja, ik denk dat men alleen over goede ploegen moppen kan tappen. Dat is alles. Beerschot blijft in eerste en in oktober 1973 stelt een 18-jarige Spaanse Antwerpenaar zich voor aan voetbalminnend België. Zijn naam Juan Lozano. Hoe lang ben je al bij Beerschot? 8 jaar. Je bent dus als jeugdspeler bij Beerschot. Heb je de Belgische nationaliteit? Nee, nog niet. Nog niet. Hoe vind je het verschil eerste klasse voetbal met het jeugdvoetbal? Gewoon een heel groot verschil. Hè. Als je tegen de Brum spelen en een Polonis en zo, is een groot verschil. Ja. Och, nou ja, ik geloof dat door kwetsuren dat ik misschien rapper mijn kans heb gekregen dan normaal.
En dat is heel vlot verlopen. Dus mijn eerste match, competitiematch was op RWDM. En sindsdien ben ik gewoon blijven staan in de eerste ploeg. Lozano speelde voor de ploeg, was een uitzonderlijk talent, maar een ander type dan Rick Koppers. Minder spectaculair misschien dan Rick Koppers, maar een uitzonderlijk talent. Ik heb Lozano ook gekend als kleine jongen bij mij gehad. Ik heb hem ooit eens in... Ik was verantwoordelijk voor de selectieploeg van het stedelijk onderwijs. En, we speelden tegen Rotterdam en we speelden op het veld van Sparta Rotterdam. En we wonnen daar wat uitzonderlijk was. En dan stond er aan de dag in de krant als kleine Swunderteam. En toen in Holland de scheidsrechter, dan een gerenommeerd scheidsrechter, die zei, dat is een knaap met gouden benen. Toen al, toen al. Toen al was hem 12 jaar, 13 jaar. Ook de publiek speelde. En ook de man, of dat ze nou won of verloren, daar ook niet veel moeite mee had. Hè? Nee. Ja, ik zeg niet dat hem, als ze hem nog wel kan maken, dan mocht hij hem nog wel. Hè? Maar spelen, ook, was belangrijk. Maar spelen was belangrijker. Hè? Ook een type die dat er niet mee inzet, ja, die moment, of dat hem dan kampioen was of niet. Hè? Ik zal maar stellen, zo die mentaliteit van, moet spelen, hè? Als ze hem kon spelen. En, maar ook, natuurlijk, als je op de raad speelde voor te winnen. Hè? Anders kun je niet gewoon spelen. Hè? Nee. Een goede spel speelt voor te winnen. Was een balkunstenaar ongelooflijk, streelde de bal. Liefkozen eigenlijk een bal, en kwam met die bal ook alle kanten uit. Was, had ook alles zonder, hij was bijvoorbeeld niet heel vlug, maar was veel vlugger door zijn manipulatie van een bal dan een tegenstrijver. En het was ook een van de spelers die ik op een heel hoge schaal zit. Werkelijk een toptalent. Rick Koppens keert terug naar het Kiel, dit keer als trainer. Al speelt hij zelf nog graag mee op training. En alweer is het clubbestuur zeer ambitieus. Wij blijven echter optimistisch wat de toekomst van onze club betreft. Verschillende nieuwe projecten bestaan voor de vernieuwing van het stadion dat die tegenstaan alles dateert van de Olympische Spelen van 1920. En met de steun van onze supporters en van de ploeg die wij in de schoot van onze raad van beheer vormen, kijken wij met vertrouwen de toekomst tegemoet. Juan Lozano zorgt voor een nieuw Koppens-effect. Ook hij is soms een enfant terrible. Het publiek komt in grote getalen af om de nieuwe ster aan het werk te zien. Maar de club raakt alweer niet in de buurt van een nieuwe landstitel. In de tijd was een plezante tijd, dus ik kwam vervolg zien. We hadden een hele goede ploeg, vond ik. En we lieten mijn momenten spektakel, brachten we spektakel. Was het echt een topclub in België? Want je hebt natuurlijk Standaard onderlegd, maar Beerschot zat er net onder. Hè? Ja, ik denk het wel. Kwestie van mentaliteit. Ja. Denk ik, want dat was typisch bijvoorbeeld Anderlecht kloppen en de week erop tegen een kleinere ploeg gewoon 4-5-0 verleden, dat kon, de Beerschot. En dat was niks ontnaamd. Dus dat is typisch Antwerpse mentaliteit, denk ik. Ja, je hebt er zeer graag gespeeld, hè, die periode. Je hebt er tot je 24ste gespeeld. Ik heb er heel graag gespeeld bij Beerschot, dus ik ben erop gegroeid. En dat was in die periode was niet zo professioneel als nu. Dus we hadden heel goed aan één. Het was een schitterende tijd. Het was ook eigenlijk een zeer sterke ploeg die misschien meer had gekund, hè? Zeker wel, ja. Dus, maar natuurlijk, wou een Beerschot meer, dat weet ik niet, hè. Ja. Dus dat moet van bovenuit komen, hè. Ja. Dus die ambities hebben ze nu niet laten zien. En niet overgebroken door de ploeg, jongens, kom op. Nee, dat niet. Dus, Ik had zo de indruk, dus een derby was belangrijk, de topploegen en het seizoen was gelukt. Ja, dat bestuur zelf was ook nog vrij amateuristisch. Ja, inderdaad. Ik had zo de indruk, ja.
Vanuit het buitenland komen de Haitiaanse spits Emmanuel Sanon en de Poolse doelman Jan Tomaszewski naar het Kiel afgezakt. Samen met Lozano zorgen zij vaak voor spectaculair voetbal, maar evenzeer vallen ze ten prooi aan Antwerpse nonchalance. Het is wachten tot 1979 voor een nieuwe bekerstunt. Die aanloop naar de finale, we hebben toch geloof ik de beste ploeg van België, klopt. Ja, Anderlecht, Lokeren. In die goede periode, dan staan daar ook geloof ik Anderlecht Brugge, dus. Maar dat kon een Beerschot, hè. Ja. Lambert. Schrauwe Sanon. Mooi van BMW's. Lekenskop. Kans nu. Met de rechter. Enig mooie solo van Manuel Sanon, die zijn vakantie moest afzeggen om deze finale te kunnen spelen. Enig mooi die actie. En dan uiteindelijk afgerond met de rechtervoet. En Koningsdag ter plaatse om Beerschot na 10 minuten in de tweede helft op voorsprong te schieten. Teruggelegd door Keulemans, maar onzuiver Lozano. Sanon in een 1 tegen 1 situatie, dat wordt interessant, raakt hij voorbij Lekes. Ja, daar is de kans op 2-0. En daar, nee, optisch bedrog, die bal gaat naast. Uitstekende kans voor Manuel Sanon, de spectaculairste aanvaller op het veld opnieuw. En hierbij zijn we nu officieel in de blessuretijd. Lozano, knie van Dijken, Lambert. En daar is het dan gebeurd. Beerschot is aan zijn tweede bekerzege toe. Dankzij één doelpunt. Het doelpunt dat Konings scoorde na 9 minuten in de tweede helft. En ik moet zeggen, een verdiende overwinning van de Paars-Witte. En dit betekent dat Beerschot en niet Club Brugge volgend jaar Europees spelen. De mensen zeggen wel eens, bij Beerschot heeft hij zijn beste voetbal gespeeld. Ben je het daarmee eens? Het is goed mogelijk, ja. Maar misschien minder in functie van de ploeg. Ja. Ja. Maar het is een andere tijd ook. Ja. Dat is goed mogelijk dat ik met een Beerschot de dingen heb laten zien dat ik misschien later niet bij anderen heb laten zien. Meer spektakel. Ja, misschien wel, ja. Lozano vertrekt een jaar na de bekerzege. Andere vedetten volgen zijn voorbeeld. Eerst is Lozano vertrokken, dan Sanon, dan Tomaszewski, dan Walter Meesters eerst vertrokken. Als je met die mentaliteit een voetbalploeg beheert, hè, dan komt er niks van. Er zijn mensen in het bestuur gekomen die er van mij niet in mochten. Die wel een kandidatuur stellen, maar die dachten dat je geld moest hebben. Ik zeg, nee, je moet geen geld hebben, je moet werken voor de ploeg en je moet een ploeg opbouwen. Maar, well, ik kan hier nu geen namen noemen, mm-hmm. Maar er zijn veel mensen in het bestuur gekomen en gezegd, we komen hier naar feitelijk doen. Mm-hmm. Met UV, die horloge zitten. Die meer voor zichzelf kwamen dan voor de ploeg. Ja, ik denk het. In de zomer van 81 wordt Beerschot beschuldigd van verschillende pogingen tot omkoping van de tegenstander. Bondsvoorzitter Wouters brengt slecht nieuws. Beerschot wordt veroordeeld tot degradatie. Wel, ik moet u zeggen, ik ben niet zo aan het goochot als bij de vorige zitting, omdat ik me min of meer aan dit vonnis had verwacht. Niet omdat ik het een logisch vonnis vind, maar omdat ik zo stil aan de gewoonte van de Belgische voetbalbond begin te kennen. Ze hebben ons geflikt en ze hebben ons heel hard geflikt. En ik heb gezegd, we komen op een eerlijke manier, zullen wij terug naar de eerste gaan. Draaimuiden hebben ze met ons ruimenatie gespeeld, hè. Draaimuiden. U gelooft er niet in. Ik geloof erin, doe het vader niet in. Maar we zullen terugkomen op sportief gebied, hè. Loskampioen, hè. Niks op de zon, hè. Recht op de mogen, hè. De maan bereikt Beerschot niet en kampioen wordt het evenmin. Maar via de eindronde slagen de mannetjes er wel in onmiddellijk weer naar de hoogste klasse te gaan. De jaren 80 zijn de jaren van de middelmaat. Opvallendste spelers zijn Patrick Vervoort en deze Dirk Goossens.
Net als Koppens en Lozano is Goossens wispelturig, een enfant terrible. Maar in tegenstelling tot zijn illustere voorgangers kraakt Goossens onder de verwachtingen. Beerschot zorgt intussen wel voor een paar uitschieters. Goossens. Ja, veel ruimte voor de counter. Vervoort, geweldige wedstrijd ook. En schiet de tweede binnen. En dan Vervoort weggestuurd. Geen steun. Voorzet wel eens is daar. Via de paal 4-0. Mensen. Anderlecht afgeslacht. Dat is lang geleden in de Belgische competitie. Tamata nogal eens direct in een pas en helemaal vrij. Een lobbertje en dan over de lijn geduwd. Eindelijk heeft ze een goal. Wellens. Dat zal natuurlijk de klap op de vuurpijl zijn. Doet dat beheerst Willy Wellens. 1-2. Dit is pas sensatie. En hier komen ze. Voor nummer 5. En zeker dat hier komt. Blanker, Wellens. Alles gaat perfect. De teleurgang is dan al begonnen. Het nieuwe bestuur kan de club niet behoeden voor zware financiële problemen. We hebben allemaal dezelfde inbreng moeten doen toen bij Beerschot. Ik wil dat goed zeggen. Dat was dus om en bij de 7 miljoen dat iedereen moest betalen in de jaren 80. Dus dat was al... Maar dat bleek dus inderdaad niet genoeg te zijn. En dat hebben we allemaal betaald. Goed, en dan door de jaren heen, dus van 83 tot 89, ja, moest er altijd maar bijgepompt worden. Hetgeen dat je niet vindt, moet je bijpompen. En uiteraard, dan zit je met 10 bestuurders en dan krijg jij dus het verhaal van dus de 10 Erikes. Dan nog 9, dan nog 8, dan nog 7, nog 6, dan nog 5, nog 4 en dan is het gedaan. En je kunt allemaal eens iets bijgeven als iedereen de som delen, 10 miljoen delen door 10, dat is 1 miljoen. Maar dan, op een duur zit je nog maar 3, 4 man, is het al 2 miljoen en een half. Dus het wordt dan moeilijker en moeilijker en dan ja, kijk, en altijd maar wishful thinking. En hopen dat het zou beter en hopen dat dus ja... Dat men dus een geweldige speler zou creëren uit de jeugd. En ja, dat maakt je natuurlijk niet elk jaar. Hè. Dat maakt je om de 10 jaar een keer, hè, als je wat geluk hebt. Je hebt optimisten en je hebt realisten en je hebt pessimisten. Ik ben misschien een pessimist, maar nagels is een optimist. De Roem kunt ook nagels ook nooit kwaad zijn. Dat is een optimist en die klapt op een schouder en die zegt, come on. En dat komt in orde. En misschien te veel optimist. En dan, ja, dan kunnen we het niet meer betalen. Een mysterieuze geldschieter, de Fransman Guy Evans, wordt begin 91 met veel poeha voorgesteld. Maar de man blijkt een oplichter en komt nooit met het beloofde geld over de brug. Om geld in het laadje te krijgen wordt zelfs de inboedel van het stadion geveild. Want als er geen geld op tafel wordt gelegd, komt de deurwaarder langs. En dat gebeurt geregeld bij Beerschot. De meubels daar die zijn versleten van het uitien doen en het inien zetten, wegdoen op de vrijdagse markt. Om half 11 verkocht, terug gaan opkopen, om 1 uur stonden ze terug. Hè. Ik kan die met mijn ogen open en dicht uitien en inien zetten. In 1991 kan de degradatie niet meer afgewend worden na verlies op Lierse. En door financiële onregelmatigheden veroordeelt de Belgische voetbalbond Beerschot tot een extra degradatie naar derde klasse. Ik moet eerlijk zeggen dat Beerschot feitelijk, en dat is toch wel zeer typisch, van dus gans de eerste klasse. De enigste ploeg is in de laatste 40 jaar, denk ik, durf ik bijna zeggen, die gestraft is tweemaal door, ik moet wel zeggen de voetbalbond, om te zakken. Eenmaal naar tweede en eenmaal naar derde klasse. Eenmaal op vermoeden van omkoperij voor mijn tijd. Tweede maal in mijn tijd, als ik voorzitter was, op basis van fiscaal gesjoemel, had men toen gezegd. Goed, als ik dat nu bekijk en ik zie de laatste 2 jaar
dat er dus niets anders staan dan vermoedens. En zelfs er worden zelfs beschuldigingen uitgesproken door de ploegen van omkoperij en van vele ploegen. Ten tweede, als ik zie dat bijna elke ploeg financiële problemen heeft, hè, en die op die een of andere manier ja, tracht op te lossen. Ik heb bewondering voor de mensen, ik weet wat het is, ik heb het meegemaakt. Maar dat daar altijd met de mantel des liefdes is bedekt, maar Beerschot nooit. Moet ik dan aanvaarden, of moeten wij dan aanvaarden, mensen van Beerschot, dat de voetbalbond Beerschot altijd heeft geholpen? Of heeft zij vooral al die andere ploegen geholpen? Dit zijn beelden van Tine Beerschot van april 1992. Het doelpunt wordt afgekeurd, maar Beerschot speelt wel nog eens kampioen. 53 jaar na de vorige titel, toen in eerste, nu in derde klasse. Juichen doet het bestuur echter niet. Toen moesten wij absoluut de contracten respecteren van eerste klasse. We betaalden in derde klasse 30 en 35.000 frank per punt over elke match. Dus iedereen dacht, nu zijn ze proper lijn op derde klas, maar we waren verbonden aan de contracten van eerste klas. Als jij morgen in een burgerlijke vennootschap, in gewone hier, als ik een zaak failliet ben, dan is iedereen op straat, gaat dat op en je pakt nieuwe contracten aan. In voetbal gaat dat niet. De voetbalbond laat dat niet toe. Nu is men daar, heeft men dat al beter geregeld, maar dat was toen niet zo. Dus derde klasse heeft u meer gekost dan eerste klasse? Alsjeblieft. Dus wat was het? Ik had 30 miljoen inkomsten en ik had een budget van 90 miljoen. Ik had 60 miljoen verlies. Met het budget van een doorsnee eerste klasser probeert Beerschot opnieuw naar de top te mikken. Maar 4 jaar na elkaar struikelt het in de eindronde van de tweede klasse. 1997 is opnieuw een rampjaar. De spelers zien geen centen. De trainer stapt op, Beerschot zakt naar derde en vandaar definitief naar af. Ja, je kunt niet in alles winnen. Uiteraard heb ik daarin verloren. Wat heb ik daarin verloren? Ik heb feitelijk niet veel gewonnen, ik geef het eerlijk toe. Maar het feit dat ik niet gewonnen heb, is het feit. Het geluk heeft me niet meegezeten. Daar niet in, maar in andere dingen wel. Ik heb een prachtige familie. Dus dat vind ik al. Ik heb geen enkel ongeluk met de kinderen. Ik heb er 6. Dus ik zie niet mogelijk. Dat is nu helemaal. Dat is nu mijn lot geweest. Hè. Dat is Beerschot. Dus goed, dat neem ik. Als dat dan het ergste is dat me overkomt, dan ben ik een gelukkig mens. Dan zal ik me nog meer overkomen dan dat, denk ik hoor. Dus. En natuurlijk, voor een buitenstaander lijkt dat ongelooflijk. Als hij natuurlijk alles moest weten of willen verstaan. Er zijn veel mensen die dat niet willen verstaan. Hè. Ze denken altijd, maar daar moet ik niet naar kijken. Maar gelukkig, ja, ik moet zeggen, ik heb een periode gehad dat ik moeten afkicken heb. Dat is afkicken in de zin van dat ik wel veel afgezien heb. Mijn vrienden weten dat wel, daar ben ik van over. Mijn familie natuurlijk. En, maar ik moet eerlijk toegeven, als je dat allemaal op voorhand weet, maar ja. Als je alles op voorhand weet, dan gaan er misschien heel veel mensen niet willen leven. Hè? En ik vind het leven fantastisch. En je bent maar gelukkig als je een keer ongelukkig bent geweest. Dus ik heb nu misschien een tijd dat wel gelukkig zal zijn. Dus de jaren 90 zijn niet in mijn leven de schoonste jaren geweest. Zeker en vast niet. Ik heb daar drama's gezien. En dat vind ik vreselijk. Dat vind ik een zwarte periode in de periode Beerschot. En dat heeft mij ook. Fysisch heb ik daar veel last van gehad. Ik heb een bepaalde periode rust moeten nemen omdat me dat dag en nacht bezig hield. Ik heb altijd de strijd tegen tuurwerk naar Brussel, hè, voordat er maar arbitragezaken en voordat er maar op tijd te betalen en die spelers moesten betaald worden en de gas en de gasafsluiten en het stadionverbod. Wij wisten soms om 5 uur niet of we 8 uren konden spelen. En altijd moet je met je wand openstaan om te zien dat je nog wat geld kunt krijgen links en geld kunt krijgen rechts en om dat dan maar te kunnen blijven betalen. Dat was dus dat zijn waanzinnige periodes geweest en je krijgt er weinig voor terug. Je krijgt er heel weinig voor terug, omdat ook weinig dat weten wat er allemaal gebeurd is. Nu, er is een hardnekkig gerucht dat zegt dat u op een bepaald moment de keuze had tussen ofwel een villa kopen in Monte Carlo ofwel investeren in Beerschot.
En dat u voor het laatste gekozen heeft, klopt dat? Dat is een gericht dat ik ken. Dat komt uit inderdaad de BRT-milieus nog van toen, dat weet ik. Ik heb dat een keer horen vertellen. Laat ons zeggen, als mijn vrouw de keuze had kunnen maken, dan had ze duidelijk geweest. Dat zou niet Beerschot geweest zijn? Dat denk ik niet. Mag ik zeggen dat Beerschot boven zijn stand heeft geleefd? Ja, dat mag je zeggen. Boven zijn stand geleefd. Een beetje Antwerpse grootsprakerij? Misschien wel, ja. Te hoge ambities voor een club die toch niet tot de top behoorde? Ja. Ja. Beerschot is dood, leven Germinal Beerschot Antwerpen en in de achtergrond ook Ajax Amsterdam als investeerder. Frankie van der Elst wordt de eerste trainer. Het paars overleeft in de nieuwe uitrusting van de fusieclub, maar het verleden wordt begraven. Moest dat iets of wat marcheren, denk ik dat zij direct daar 8, 9 à 10.000 mensen gaan krijgen. Want ik denk dat al die Beerschot supporters van vroeger, die gaan toch terug naar een Beerschot komen. In mijn binnenste verwacht ik dat er veel Beerschot zal geroepen worden, want Germinal Beerschot Antwerpen, dat kun je niet roepen, want dan is er al, dan is de match al weer gedaan. Ik vind het spijtig dat Antwerpen nu meedoet. Ze zouden moeten fusioneren met Antwerpen erbij. De een kan niet zonder ander, maar Beerschot had op zijn eigen kunnen leven met een bestuur gelijk Eker. Ik wens uit de grond van mijn hart dat dat succes zal hebben, maar tegenwoordig is het allemaal niet gemakkelijk. Ook die nieuwe club zal het niet gemakkelijk hebben. We moeten begrijpen dat het voetbal, in het moderne voetballerij, dat er zoiets moet gebeuren, dat het niet anders kan. Ik ben zelf benieuwd hoe dat gaat aangepakt worden door de massa, mensen die toch nog Beerschot-minded zijn, die nu al jaren wegblijven en die misschien op een bepaald moment kan zeggen, ja, nu vertrekt er iets zicht, daar willen we wel eens gaan kijken. De naam Beerschot, hè, maar dat zit iets mythisch in. Hè? Ja, dat heeft iets, ja. Dat heeft iets mythisch. Dat is iets anders dan FC, weet niemand. Wat moest komt er? Ik hoop dat ze er een deftige ploeg kunnen bijeenbrengen, dat ga ik zeker zien. Ja? Is dat nog Beerschot? Ik denk het wel. Ja? Het is Beerschot niet meer. Dat er een ploeg uit Ekeren moet komen om Beerschot mee in stand te houden, dat is... Nee. Dat is een andere wereld. Dat is beneden de waardigheid van de paars-witte ploeg van het Kiel. We'll meet again. Don't know where. Don't know where. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far. Folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know where.